Wat een week, wat een week, wat een week. Ja, ik wil eventjes beginnen met mevrouw Moorman. Nee, moeten we nou echt lokaal beginnen? Ja, we hebben een nieuwe minister-president. Oké, beginnen we daarmee. We gaan nog wel het hebben over mevrouw Moorman. Ja, dat vind ik wel een heel goed plan. Ja. Dick Schoof. Dick Schoof. Wat schoof die eigenlijk? Ja, ik weet het niet. De man heeft een achternaam die verleden tijd is, natuurlijk. Ja. Is dat sterk, denk je? Immink is denk ik uitvoerende wijs of zo, hè? Ja, dwingende wijs. Ja. Brandt is denk ik aanvoegende wijs. ik ken al die wijzen niet zo goed. Ik ken alleen de wijzen uit gewoon... het ozen. Ik zeg gewoon dingen en dan hoop ik dat mensen in de comments gaan zeggen dat ik het fout heb. Want dan hebben we weer comments. Nee, je moet zich trouwens abonneren. Oh ja. En doneren. En, belangrijk. Het zal wel weer een zootje worden, want we vergaderen nooit en we hebben geen script. En ik ben mijn laptop vergeten, dus ik zit naar een schermpje te kijken. Ja. Maar goed, Dick Schoof, wat is hij? Oud-directeur van de IVD en van NRC. Wat is dat voor een zender? NSTV? Ja, ik weet het niet. Iets met surveillance, neem ik aan. Ja, iedereen en zijn moeder gaat helemaal over de rooien omdat hij ons allemaal heeft afgeluisterd en ons daar nog mee kan pakken. Ja. En dat hij MH17 iets fout dan wel goed deed. Hij heeft iets geprobeerd te beïnvloeden. Ja. Nou, dat doet verder nooit iemand. Dus dat... Nee. Weet je, persoonlijk, ik vind het wel... Nou ja, ik vind het ergens wel verstandig dat er een man zit die, denk ik, de instituties van Nederland heel goed kent. Ja, en daar ook wel enig gezag kent. Ja, maar dan is het weer deep state. Ja. Dat is precies waar Trump tegen vecht, dit soort mannetjes. Ja, maar dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee, kijk, als je er heel plat naar de wereld kijkt en je gewoon alles indeelt. Als je een organisatie denkt dat die van boven tot onder kan bestaan uit gewetenloze mensen die het ergste voor hebben en alleen maar uit zijn op macht. Dan heb je een heel naar wereldbeeld. Kijk. Ook in Amerika, zo'n CIA, tuurlijk, er zullen veel mannetjes rondlopen die niet je beste vrienden zijn. Maar er zullen ook zat mannetjes rondlopen die gewoon de hele dag hun stinkende best doen om Amerikanen te beschermen voor een aanslag. Ja. En dat heb je daar gewoon allemaal. En laat ik het zo zeggen, het is een beetje hetzelfde dilemma wat je... Zo'n film, en ik ben vergeten, met Pierce Brosnan, die is dan een voormalig... Jezus, Pierce Brosnan, dat heb ik... Ja, volgens mij, die speelt een voormalig Britse premier. Maar het zou ook Hugh Grant kunnen zijn. Een van de twee, die wordt dan geïnterviewd voor zo'n biografie door die Ierse acteur die ook in Trainspotting zit. Ewan McGregor. Ja, ik wou al zeggen, het zal wel iets met Mac zijn. En, en dat gaat dan over alle surveillance maatregelen naar 9-11 en de regels voor vliegen en dat iedereen nu zijn schoenen uit moet doen en toestanden. Ja. En dan zegt hij, dan wordt hij echt gepassioneerd. Dan zegt hij, ja, ik zou het wel willen zien. Dus gewoon, weet je wat we hadden moeten doen? Gewoon voor elke bestemming. Je kunt gewoon met twee vliegtuigen. Eentje moet je een uurtje langer inchecken, want iedereen wordt gecontroleerd. Andere, open deuren politiek. Iedereen mag er gewoon naast je zitten. Je hebt geen idee wie er naast je zit. Je weet niet wat hij bij zich heeft. Allemaal niet gecheckt. Dan wil ik wel eens weten welke vliegtuigen leeg daar naartoe vliegen. En dat is natuurlijk met zo'n IVD ook. Ja, schimmig. Maar vind je het geruststellend als ze er niet zijn? Dat niemand even dit soort gegevens verzamelt? Nou, ik niet. Nou, hier is het Parool somde een aantal reacties op van... bekende Nederlandse politieke duiders. Bijvoorbeeld Eva van Vlaardingenbroek. Hmm. Die tweette, the situation is bad, real bad. Want Engels is tegenwoordig haar voertaal. Ja, je moet elke dag 3 keer gevoerd worden. De Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging was even min blij. Een topambtenaar is minister-president die aan het hoofd heeft gestaan van geheime diensten. Over de macht van deep state gesproken. Dit is echt geen goed idee. Telegraafjournalist Wier Duk, geliefd bij uiterst rechts Nederland, wordt er mij gezegd. Oeh, welke kant is dit? Parool. Vindt de aanstelling van Schoof niet te begrijpen. Toch is het vreemd dat in een zwaar gepolitiseerde tijd een veiligheidstechnocraat een kabinet gaat leiden. Nou, dan heeft Baudet nog wat te zeggen.
Ja, natuurlijk. Dit is Rutte 2.0, koekoek. Koekoek, dat was de van de Boerenpartij. Ja. Wat zegt hij over koekoek? De blijdschap bij prominenten op de uiterst rechte flank lijkt dus ineens omgeslagen in teleurstellingen met drie partijen, lalala. Maar wat ze... Ja, weet je, dat is gewoon gelul. De meeste mensen die rechts hebben gestemd, die denken... Gaan we even kijken hoe dit gaat. Rond 70% van de PVV-BBB-stemmers is tevreden. Hoeveel? 70%. Nou, ruime meerderheid. Bij NSC en VVD is 80% tevreden. Ja. Weet je, natuurlijk, het is niet een man waar je enthousiast van wordt, want je hebt nog nooit iets met hem... Nou, ik weet gewoon niks van hem, zeg maar. Het is wel eventjes opvallend hoeveel ex-PVDA'ers er zijn die wel een rechtskabinet willen leiden. Sterker nog, zo'n beetje de hele pool waaruit gevist wordt, zijn allemaal ex-PVDA'ers. Ja. Dan moet je je toch misschien ook afvragen als PVDA GroenLinks'er, of je misschien iets verkeerd hebt gedaan, dat al die mensen weg zijn gegaan. En wat dat dan misschien is. Dit is wel een leuk bruggetje naar mevrouw Moorman. Ja, mevrouw Moorman, dat is dus iemand die leert nooit. Mevrouw Moorman die is heel boos over... Mevrouw Moorman is... Wethouder en lokale burgemeester namens de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Waar ze samen met GroenLinks in de coalitie zit en D66, maar nog niet gefuseerd zijn. En zij... Weet je, ze heeft een boekje geschreven, dat heet Rood en Wassenaar. Nou, daar kunnen we van leren dat ze sinds de puberteit niet één originele gedachte heeft gehad. Zij komt uit Wassenaar, mag ik hieruit opmaken? Ja. En ze was dus rijk en links. Zoiets. Ik weet niet of haar iedereen... ouders waren VVD'ers. Ik weet niet of iedereen rijk is in Wassenaar, maar... Nou. Ik weet het niet, maar zij is gewoon... Het kleeft er wel een beetje aan. Ja. En kijk, en het is zo... Het gaat helemaal niet goed met de stad, hè? De ongelijkheid neemt toe. Wat was het van de week? Een daling... 69% van de jongeren accepteerde homo's... 2 jaar geleden, nu is dat nog 43%. Ja. Nou, dat is een flikse daling. Nou, heeft dat ook met de demografie te maken wellicht in Amsterdam? Of natuurlijk is heeft dat met de demografie te maken. Maar volgens Moorman komt het door de conservatieve golf die over het land gaat. Nou ja, ik loop best wel in conservatieve kringen rond. Meer dan de, nou in ieder geval een boel homoseksuele mannen zijn daar. Niemand een probleem mee. Ik bedoel, zelfs van Baudet gaat het gerucht dat hij een bottom is. Ja, en dan hebben we nog, weet het? Oh ja, en Andrew Tate komt het ook door. Ook een moslim, hè, gek genoeg. Oh. Anyway. Is het een beleidend moslim? Ja. Oh. Maar we hebben dus nu 80 jaar PvdA-beleid in de stad, hè? Ja. En 80 jaar. Marjolein Moorman zelf is al 6 jaar bezig. De cijfers zijn dramatisch. En die ongelijkheid, kijk, die hou je in stand want je, met het beleid wat zij doen. Want je gaat iedereen die onderaan zit, ga je alle ambitie afpakken om hogerop te komen. Je gooit ze allemaal in die armoedeval. Je geeft ze allemaal 130% van het wat je eigenlijk zou moeten krijgen. Ja. En gek dat er niemand een keer een baantje krijgt. Gek dat er niemand ooit een keer in een leuk team aan het werk is en in één keer een soort van energized wordt en wat van zijn leven gaat maken. Dus gek dat er niemand ooit eens een keer een eigen bedrijf begint. Als je... Kijk, in Amsterdam kun je niet een bedrijf beginnen als je niet eigenlijk boekhouden hartstikke te gek vindt. Want vanaf het allereerste begin ben je bezig met formuliertjes invullen, dingen aanvragen, dingen aangeven, dingen doorspitten. De leuke mensen die een bedrijf willen beginnen, dus boekhouden is vaak geen sterke kant. Dus dat jaag je of weg uit de stad, of het zijn mensen die dus nooit iets, waar nooit iets van terechtkomt. Ja. Hoe dan ook, al deze ontwikkelingen, zegt zij over, ons werk in de stad is nog lang niet klaar. De ongelijkheid neemt nog steeds toe. Onder haar regime. Ja. Ja. En dan is dus je werk niet klaar. Nee, maar dat zegt ze toch? Nee, wanneer is het klaar dan, als het volledig ongelijk is? Als er helemaal geen middenstand meer is, als er niemand ooit nog in zijn hoofd haalt een bedrijfje te beginnen. Ja, of als iedereen gelijk is. Ja, maar dat is niet de kant die het opgaat. Nee. Als jouw beleid tot gevolg heeft dat wat je nastreeft steeds erger wordt,
moet je misschien iets radicaal anders doen, maar niet doorgaan. Niet zeggen, dan heb je gewoon het bord voor je kop van iemand die vanaf zijn 16e al hetzelfde denkt. En wat moet je in godsnaam met je muntgeld als er geen bedelaars zijn? Bijvoorbeeld. Ja. Ik geloof dat het statiegeld op blikjes wordt afgeschaft, hè? Ja, dat is wel goed, hoorde ik. Ja, ik vind het nu wel leuk om die blikjes, die kun je dan naar zwervers smijten en die zijn er nog blij mee. Ik gooi altijd volle blikjes naar zwervers. Heel hard. Ja, voor als ze dorst hebben, bedoel je. Ja. Kijken of ze goed kunnen vangen. Je bent een nobel mens. Een sociaal mens. Ja. In tegenstelling tot iemand die denkt van, alles wat ik doe maakt dat het steeds kutter gaat. Ik ga daar nog wat extra mee door. Want eigenlijk is dat gewoon bijna sadistisch. Ja. Ze zegt ook echt van die dingen. Hier. Precies 2 jaar geleden presenteerde de Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman als verkiezingswinnaar haar coalitie met GroenLinks en D66. Amsterdam is een diep sociale stad, zegt ze. Diep sociaal. Waar kiezers gelukkiger zijn als ze weten dat het niet alleen goed gaat met zichzelf, maar ook met een ander. Wat probeert ze mij hier op te leggen? Nou ja, sowieso, waar is dat niet zo? Wie zegt van, wie zijn die mensen die de hele tijd in een vuistje knijpen of zoiets, weet ik veel, lachen? Nee, maar dit is iemand die van de kansel roept van, jullie zijn gelukkiger hier. Ja, als met andere mensen ook goed gaat. Wat normaal is. Kijk, de enige mensen waar dit niet voor geldt, dat is een deel van het ambtelijk apparaat wat gewoon het liefst ondernemers zo snel mogelijk de nek omdraait. Waar je aanvraag iedere keer wordt afgewezen. Waar je op basis van een papieren werkelijkheid niet verder mag. Ik heb hier even een voorbeeld in mijn hoofd, maar dat ga ik niet doen, want dat heeft te zeer, dat moet nog even opgelost worden en heeft te zeer met. Ik zie hier ook een kritische vraag van het Parool. U wil ongelijkheid bestrijden, maar het is ook zo dat sommige maatregelen, bijvoorbeeld betaald parkeren in de buitenwijken, vooral de inwoner met de kleine portemonnee raken. Wat zal ze daarop zeggen? Ik snap dat de mensen die het zich niet altijd kunnen veroorloven, die misschien net middenklasse zijn, angstig worden van deze maatregelen. Maar de bedoeling is dat het altijd meer oplevert dan het kost. Namelijk een leefbare stad. Ja. Nee, kijk, dat is ook wat ze doen, hè. Ze deden het en dat is gelul, want ik ken mensen die wonen in Tuindorp, Orsaan, en daar ben ik wel eens met de auto heen geweest. Daar kan je gewoon altijd parkeren. Er is helemaal geen parkeerdruk. Nee, het is gewoon geld. Het is gewoon geld. Parkeergeld. Centjes. Met leefbare stad bedoelen ze, je hebt altijd een parkeerplek voor de deur. Ze bedoelen een leefbare stad voor mensen die naar reformwinkels gaan en alles op een houten fiets doen. Met houten banden. Ja, maar nee, maar echt, want wat wil ik gaan zeggen? Kijk, Amsterdam kan niet genoeg leraren krijgen. Hè? We kunnen niet genoeg politieagenten hier krijgen. En ze zijn er nog wat van die vrij essentiële beroepen, waarvan het echt kut is als je essentiële, ze niet toch vaak onderbetaalde beroepen. Ja, zo slecht wordt het allemaal helemaal niet betaald. Het is gewoon alleen, als je dat beroep gaat doen, kan je gewoon liever naar een klein schooltje in Zeewolde. Nou ja, maar ik heb ook wel eens gehoord van iemand die, zeg maar, zij-instromer leerkracht was. Die liever, zeg maar, invalt voor overspannen docenten, want dan kan je een factuurtje sturen dan in een vaste leraar zijn. Ja, dat betekent niet dat je het slecht hebt als vaste leraar. Nee, precies. Maar de financiële druk op het onderwijs is gewoon enorm, omdat er allemaal van die ZZP'ers rondlopen. Niet dat ik iets tegen ZZP'ers heb, integendeel. Maar nee, dat klopt. Maar waar ik even wilde zeggen is dat dus, je krijgt nu allemaal regelingen, dat ze dan met voorrang een sociale huurwoning kunnen krijgen. En maar ja, weet je, ze kunnen hier dus niet wonen, dus ze kunnen hier ook niet werken, want ze kunnen dus geen woning vinden. Ja. Maar ze kunnen hier dus ook niet meer parkeren. En daar staat dat college helemaal niet bij stil. Van, oké, maar dan willen we bijvoorbeeld een leraar uit Nijkerk zover krijgen dat hij op een Amsterdamse school werkt. Er is er geen budget voor, wel voor vervoerskosten, maar niet voor parkeerkosten. Nee.
En dat is gewoon dan en vanuit Nijpkerk, ja oké, daar is nog een station. Dan kun je daar 's ochtends met je fietsje naar het station, dan ga je in de stoptrein in naar Amersfoort, ga je overstappen naar Amsterdam en dan ga je nog een keer in een metro naar de school toe. Nee, daar heeft geen hond zin in. Als je dat al overweegt, wil je gewoon lekker in je auto stappen 's ochtends. Dan heb je nog even wat tijd om bij te komen, even rustig na te denken voor jezelf. En dan begin je aan je werkdag. Dat is hoe je het wil. En dan moet je die auto ergens kwijt kunnen. Ja. Dus ze zijn die hele stad in de soep aan het laten lopen. Dat is gewoon wat er gebeurt. Ik vind het echt banaal wat zo'n interview en dat domme zelfvertrouwen van iemand die eigenlijk gewoon totaal niet functioneert. Die helemaal niks voor elkaar krijgt. Echt helemaal niks. Met een droeve hondenblik. Ja, ze doet me al een beetje denken aan een kaft van een Roald Dahl boekje, maar ik weet niet precies welke. Oh. De Griezels of zo? Of... Ja, inderdaad. Ja. Of Mathilda. Nou, Mathilda. Goed. Goed. Verder lijkt het me een hele aardige vrouw, hoor, denk ik. En volgens je mij hebt ze vast ze, wel ze, eens ze, ze lijkt me ook een lieve moeder en zo. Maar het zijn... Zij is zo'n toonbeeld van 100 jaar socialisme. Het is overal geprobeerd. Ik vind het wel een beetje seksistisch dat je een vrouw meteen weer aan een moeder koppelt. Ik weet dat ze kinderen heeft en dat ze moeder is. Nou. Wanneer... En misschien dat socialisme een heel goed idee is, hè, dat kan. Maar misschien niet in deze tijd van de geschiedenis. Want dat blijkt namelijk uit niks. We hebben het overal geprobeerd en het werkt niet. Nee. Misschien moeten we even 1000 jaar wachten of zo en dan weer eens kijken. Misschien dat het al werkt. Dat we gewoon allemaal weggaan. Dat we PvdA GroenLinks gewoon hier laten zitten en dan over 100 jaar terugkomen om te kijken hoe het is. Zo, ja, dat weten we. Dan is het een woestijn. Een woestijn en er is al 100 jaar geen origineel idee meer geweest. Ja, dan is alles geen ondernemers meer. Alles is gewoon communisme gewoon weer. Ja, gewoon communisme. Maar communisme dat kleeft toch meer aan GroenLinks dan PvdA. PvdA was toch voor de arbeiders en juist voor die middenstand. Ja, op zich PvdA is natuurlijk dat sociaaldemocratie. En dat mag je niet 1-op-1 vergelijken met socialisme. Maar het is wel... Kijk, socialisme maakt gewoon de boel nogal snel stuk. Sociaaldemocratie, die vertraagt dat. Maar wie gaat... PvdA, GroenLinks, dat gaat dan niet worden. Want de antisemieten die willen zich op een gegeven moment toch weer afscheiden van de semieten. Van de pro-semieten. Van de pro-semieten? Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat gewoon wat er aan Joden is en pro-Israël mensen bij de PvdA... En die gaan binnenkort dood. Of die zetten zeggen gewoon een abonnement op. Nee, maar... Lidmaatschap heeft dat bij een politieke partij. Nee, maar Er gaat wat veranderen op links, dat moet wel. Want dit broeinest, die combinatie van die twee partijen, dat kan niet eeuwig zo doorgaan, want daar is onvrede. Dan komt er dan gewoon een nieuwe linkse stroming. Nee. Een frisse linkse stroming. Oh, misschien een keer. Of PvdA wordt gewoon het... Of nou Volt ja. Misschien gaat wel in die hoek zitten. Laurens Dassen is natuurlijk wel... Nou, ik vind die linkse mensen als Eddy Terstal en weet je, dat vrij links gebeuren. Ja. Daar lees ik altijd wel op een prettige manier over wat linkse ideeën. Ja, maar het punt is, dat zijn oude linkse ideeën. Dus dat zijn eigenlijk ook die XP van de A. Ja, precies. Het is bijna reactionair op een bepaalde manier. Ja. Reactionair links. We willen het links van 1972. Ja. Er zit ook een boel nostalgie bij natuurlijk. Ja. Ik had ooit met Richard van der Klauw... Die ken ik niet. Maar ja, dat was toen. Hij was fotograaf voor Metro in Rotterdam, ik in Amsterdam. Ja. Hadden bedacht om de ASAP op te richten. Ja. De Antisocialistische Arbeiderspartij. Misschien, ja, dat zou wel leuk zijn. Maar eigenlijk ergens is de PVV natuurlijk zoiets. Ik wilde vroeger de POR oprichten. De Partij voor Oprecht Racisme. Ja. Is niet gelukt. Nee. Er zit toch altijd iets onoprechts in. Ja. Ja. Of ouderwets racisme. Heb je een beetje Amerikaanse politiek meegekregen nog? Ja.
Eerst deze week had de Trump stond terecht wegens smeergeld of zwijggeld. Ja. Ja. Eerst had de Amerikaanse rechter die daarover gaat besloten dat de jury niet unaniem hoeft te zijn, wat al vrij bijzonder is. Ja. Dus één meer dan de helft hoefde daar tegen zijn. En inmiddels is hij vannacht veroordeeld. Ja. Wat een hele house aan steunbetuigingen van zowel zwart als... Ik geloof dat hij in 8 uur nog nooit zoveel donaties heeft binnengekregen als nu. Ja, het is... Nee, maar wat er allemaal gebeurt om te voorkomen dat die man president wordt, is beangstigend. Ja, het gekke is dat iedereen snapt toch dat dit het niet gaat werken. Nee, maar bedoel... Kijk, die jury, daar, dat snap ik. Kijk, hij heeft het ook gewoon gedaan, hè? Hij zegt van niet. Ja, maar ik heb geen enkele twijfel. Dit is gewoon precies wat je doet als je een Trump bent. Je hebt gewoon heel veel geld, je hebt een keer een pornoster geneukt, je wil dat ze de bek houdt, je geeft er een boel geld. Tuurlijk. Heeft hij het op zo'n manier gedaan, was hij van A tot Z op de hoogte? Welke mate was hij op de hoogte of welke mate heeft hij tegen zijn advocaat gezegd van nou, je regelt het maar? Dat weten we niet, waren we niet bij. Nee. Het blote feit dat hij die mevrouw geld heeft gegeven om zich stil te houden, Dat geloof ik. Ja, maar hij is dus nu schuldig bevonden, maar er is nog geen straf uitgesproken. Maximaal zou hij 4 jaar kunnen krijgen. Ja. Dan kan hij nog in hoger beroep. Maar de kans dat hij 4 jaar krijgt is klein, heb ik ergens gelezen. Van mensen die er verstand van hebben. Maar er is wel in dit proces zoveel gebeurd waarop de kans ook heel klein is. Zeg maar. Er zijn heel veel dingen voor het eerst gebeurd. Zoals dat een groot deel van het proces was onbekend wat de aanklacht was, precies. Ja. Dat is pas op het laatste moment uitgelegd. Die man die loopt gewoon ook gevaar om omgelegd te worden, laten we wel wezen. Want zo eng vind ik het eigenlijk allemaal. En als die vermoord wordt dit jaar? Trump. De Democraten zijn gewoon knettergek daar. Ja, ik weet dat niet of dat zo is. Kijk, het is... Zij zitten in een heel andere bubbel dan wij, hè? Zij zitten in een bubbel waarin ze de hele tijd zien dat Trump knettergek is en gevaarlijk. En zij snappen er niks van dat de mensen op hem stemmen. En die hebben allemaal wanen. En in hun bubbel, daar is... Maar hun bubbel wordt gewoon wel kleiner. Want, ik bedoel... Ja. Ze zijn de zwarte Amerikanen kwijt. Nou, niet kwijt. Want een overgrote meerderheid van de zwarte die stemt gewoon democratisch. Maar niet in mijn bubbel. Nee, nou ja, het percentage zwarte wat Trump stemt, dat neemt... Of Republikeins gaat stemmen, dat neemt enorm toe. Ja. Dat waren vroeger echt inderdaad een paar uitzonderingen. En het leuke daarvan is dat dus echt een emancipatiebeweging is. Ja. Van zwarte mensen in Amerika die gewoon zeggen van... Ja, ik bepaal zelf wel wat ik stem. Dat is emancipatie. Zal ik even laten horen wat Trump zei zelf? Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Even kijken. Ja, doe jij je microfoontje er even bij? Even kijken hoor. Ja, dan kunnen de mensen jou tenminste nog horen. Even kijken. Hij loopt eerst naar buiten. Oh wacht, dit is het verkeerde filmpje. Hier komt hij echt alleen maar zwaaien. Even kijken. Hier gaat hij gewoon weg. Nee, ik... Hier zijn we al. Judge was corrupt. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. Hetzelfde weer. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a sore-respect DA, and the whole thing. We didn't do a thing wrong.
I'm a very innocent man. And it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win. Because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore. We have a divided mess. We're a nation in decline, serious decline. Millions and millions of people pouring into our country right now from prisons and from mental institutions, terrorists, and they're taking over our country. We have a country that's in big trouble, but this was a rigged decision right from day one with a conflicted judge who should have never been allowed to try this case, never. And we will fight for our Constitution. This is long from over. Thank you very much. Hij zegt wel alles twee keer. Ja, nou sommige dingen... Dat is niet goed hoor. Dat is op zich heel goed als je een boodschap wil dat die blijft hangen. Nou, wat mij vooral blijft hangen is dat... hij zegt dat hij in een dat de jury uit een district komt waar maar 5% republikeins is. Dus dat ja. Dus ja, maar goed, dat heb je met juryrechtspraak. Nou ja, kijk, het probleem is... kijk. Zo'n jury normaal gesproken, dat gaat over een zaak. En die zitten dan ook in afzondering. Hè? Die mogen het nieuws niet volgen. Die mogen geen contact hebben met mensen over die zaak. Of wat dan ook. Die gaan vaak, voor zover ik weet, een hotel in. Zolang als dat de zaak duurt. Zonder internet? Ja. Hel. Nou ja, heerlijk lijkt me dat. Nee. Oh, wat grappig. We zijn echt zo verschillend. Maar als Trump degene is die aangeklaagd wordt... Dat geldt God trouwens ook voor O.J. Simpson natuurlijk. Ja. Weet je, je kunt mensen afsluiten van de buitenwereld tot je een ons weegt. Maar iedereen heeft al een leven lang ideeën opgedaan over wat ze van Trump vinden. Ja. Dus dat werkt niet. En dan kun je denken, ja, juryrechtspraak is dan niet geschikt in zo'n zaak. Maar hetzelfde geldt voor die rechters. Dat is gewoon heel moeilijk. Maar dan hoop je dat die nog een beetje distantie hebben. Ik vind het interessant dat hij Soros noemt. Want het is namelijk wel exact wat Soros doet, hè. Die, ik weet niet meer, dat zag ik een keer bij Joe Rogan, meen ik. Die heeft gewoon op een gegeven moment zich gerealiseerd van... je kunt wel geld stoppen in een presidentscampagne. Maar ja, er stoppen zoveel mensen geld in. Dat levert je heel weinig invloed op. Maar gewoon de lagere echelons waar gestemd kan worden... als je daar wat geld in stopt, dan kun je jouw mannetje aan de macht krijgen. En als je heel veel van die mannetjes hebt... kun je veel meer aan de onderkant van de maatschappij veranderen. En oh nee, Elon Musk die legde dat uit. Ja. En het is gewoon heel kwaadaardig. Die man is uit op de, volgens mij gewoon op de vernietiging van de westerse stabiliteit. Maar waarom? Waarom wil hij de stabiliteit van het Westen vernietigen? Ja, ik denk dat... ik weet het niet. Misschien nee. Is hij gewoon echt heel slecht. Of hij is zo... zo machtshongerig, ja. Dat als de westerse wereld kapot gaat... dat dan eigenlijk iedereen die ook nog machtig is... een heel groot deel daarvan gaat ook kapot. Kijk, Elon Musk is nu het rijkste man op aarde... maar als de westerse wereld in elkaar pleurt... dan gaat niemand meer in een Tesla rijden. Niemand heeft er geld voor. Aan de andere kant, dat gaat wel weer over een termijn... dat Soros er dan echt niet meer is, levend. Ja. Ja, ik weet niet, sommige mensen genieten gewoon van slechte shit... Ja. Ze is een psychopaat. We hebben nog 19 punten op het lijstje staan. Dat is mooi. Dat is mooi. Welke zullen we dan nu eens doen? Is racisme. Wat is racisme? Oh ja. Nicki Minaj. Ja. Die is in Amsterdam is betrapt met voorgedraaide joints te reizen. Of haar beveiliging. Ja. Ja. En die zou... een paar dagen later een tweede concert in Amsterdam geven, is afgelast. Want ze weigert nog naar Amsterdam te komen, want dat zij, zeg maar, door de douane eruit is gepikt, dat was racisme. Ja. Nou, het grappige is dat ik denk dat, zij een beetje slachtoffer van is dat er zo'n mythe in de wereld is dat in Amsterdam... blowen helemaal oké is en legaal en jointjes. En zij stelt zich voor dat ze in een land komt...
waar het allemaal oké is. Al die Hollanders die lopen gewoon met hun jointjes zeg maar, door het vliegtuig in en die vliegen de hele wereld over en er is helemaal niks aan de hand. Ja. En zij zijn niet... Ik denk dat dat het is. Ik denk dat zij gewoon oprecht dacht van ja, maar dit is Nederland, dat kan hier gewoon. Ja, maar waarom... Dat ze dom is. Waarom doe je dat tweede concert dan niet? Laat je je fans zitten omdat je vindt dat Nederland racistisch is. Ik denk dat ze niet terug durft. Ze is vorige keer opgepakt. Ja, maar ze was zelf niet echt opgepakt, maar de beveiliging, ja, verder ook. Jezus, wat een herrie, man. Slijptol. Ja. Ik heb zin in nog een kopje koffie. Ik ook. Zal ik even jouw dingetje bijhouden? Of zal ik koffie gaan zetten? Nou, ik wil, ga jij het maar eens even hebben over de All Eyes on Rafa Hamas-campagne propaganda shit. Ja. Dat vind ik wel, daar heb je vast wel iets leuks over te zeggen. Ja, toch een AI-plaatje met All Eyes on Rafa en dat ging viral. Ja. Nou, wat ik zo interessant vind, want ik ben er ook wel voor dat All Eyes on Rafa gaan. Rafa, dat is toch Amsterdam of Rotterdam? Nee, maar Rafa, jongen, er zijn daar 50 tunnels gevonden die onder de grens doorgaan naar Egypte. 50... Nee, maar Egypte ontkent dat, dus dat is niet waar. Nee, als Egypte dat ontkent, dan is het gewoon niet waar. Ja, we zijn allebei in Egypte geweest. Ja. En, ik heb geen tunnel gezien. Ja, wel een hele betrouwbare indruk van gekregen. Ja. Ja, weet ik niet. Die ene piramide, daar zit toch een tunnel in? Ja, dat is waar. Ja. Ja, in alle... Ik heb wel zin om nog een keer naar Egypte te gaan. Of ik dat heb? Ik heb daar wel zin in. Oké. Okay. Het is dus... Ik vind het echt verbijsterend hoe dat eigenlijk allemaal gaat en hoe geaccepteerd die anti-Israël beweging is. Nou ja, het is los van onze waarden. Het is niet eens anti-Israël. Ze zeggen dat het pro-Palestina is, hè? Dat is een nuance, hè? Nee. Het is exact hetzelfde. Sterker nog, het is niet eens anti-Israël, het is anti-kapitalisme. Ja. Ze willen... Kijk, die opstanden op de universiteiten nu... Uiteindelijk is dat gewoon omdat onze maatschappij stuk moet. Ze willen precies hetzelfde als George Soros. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die er eigenlijk... wat die zoal investeert in de BDS-movement en zo. Of wat is BDS? Die... Black Lives Matter, nee? IDF. BLM heb je, dat ook denk ik. Ik bedoel die mensen die al heel lang bezig zijn voor een boycott van Israël. Ja, ik weet niet hoe die groep heet. En die dan ook bijvoorbeeld muzikanten die daar optreden gaan lastigvallen. Lenny Koer? Nou, Nick Cave bijvoorbeeld. Oh, echt? Ja, die, dat is zo iemand die dus zoiets heeft van... Ja, maar dit is kunst, dit is niet politiek. En de mensen die naar mijn concert komen... Ja, waarom zou ik dat moeten voorkomen? Waarom moet ik daar iets op tegen hebben? Omdat zij hun regering iets doet waar ik al dan niet mee eens ben... waar ik me niet over uitlaat, want ik ben gewoon een kunstenaar... en mijn mening daarover is volstrekt irrelevant. Ja. Dus die gaat gewoon... maar bijvoorbeeld een Brian Eno, die heeft hem dan een brief gestuurd van dat mag niet. Brian Eno is van de boycotten van Israël. Ja. Ja, antisemiet. Denk dan nog maar eens bij na als je de eerste platen van Roxy Music draait. Ja, ik heb... Dat je naar een antisemiet zit te luisteren. Ik heb net 2 platen van Roxy Music aan mijn jarige schoonzoon gegeven. Nou, terecht. Weg ermee. Antisemitische bende. Omdat ik vind dat hij ook met... Nou ja, anyway. Er is een beetje... Het filter klapt te dubbel. Dus er zit ook gewoon een klein beetje echte koffieprut in. Ah, oh, lekker. Er zit Turks bakkie. Ja, oh, mooi. Mooi. Maar ja... All Eyes on Rafa. Ja, dat gaat dan viral. En ik vraag me af eigenlijk inderdaad wat... Ja, dat is waarschijnlijk door Hamas zelf de wereld ingeholpen. Tuurlijk. En er was dan een brand en een onthoofd kind. En dan krijg je weer kaartjes. Want de inslag was daar en het kamp was daar. En dat kamp had daar niet eens mogen zijn. Want ze hadden al 3 miljoen mensen verplaatst, hè, omdat ze Rafa binnen gingen vallen. Ik weet niet precies wat er gebeurd is trouwens. Er is een raket op een bom op een stukje tentenkamp gekomen.
Dat is wat Hamas beweert. En dan gaan er van IDF komen er dan weer kaartjes van hier is tentenkamp. Daar hebben we een precisiebombardement gedaan met onze kleinst mogelijke munitie. Dat er dan op een andere plek brand is ontstaan, dat kan dan niet met die munitie. Ja, je zegt munitie. Maar je zegt munitie. Ik meestal wel tenminste. Ja. Of munitie. Gewoon twee keer een U. Dat is in ieder geval één keer goed. Ik kom een munitie later. Ja. Ja. Oké, ja, ik heb dat verder niet zo gevolgd, want druk. Ja, nee, maar het is gewoon... Maar goed, IDF zegt, we hebben het niet gedaan. Nee, maar en dan zijn er dan weer van die zogenaamde neutrale krantenartikelen, zover dat kan in Nederland, die dan zeggen van ja, IDF zegt dat wel, maar het is nog steeds onduidelijk en misschien is er wel een afzwaaier geweest. En dan een foto van een onthoofd kind. En dan, ja, maar waarom zou die vader met dat onthoofde kind gaan lopen? En, Je volgt voor het eerst het nieuws over Gaza. Waarom zou je met een onthoofd kind gaan lopen? Ja. Omdat dat moet van de Hamas. Hamas. Goh. Maar het is toch even gewoon voor mijn ideeën. Hoe vaak heeft IDF aantoonbaar gelogen? Nou, ik doe een gok. Misschien 0. Volgens mij wel. IDF zegt over ja, de... Nul, dat is ik weet het niet. Aantoonbaar, hè? Oh, aantoonbaar, ja. Weet je nog dat die raket op dat ziekenhuis terechtkwam? Ja. Wat zei IDF? Die zeiden, we gaan dit onderzoeken. We hebben hier nu geen verklaring voor. Ja. We denken dat... Wat bleek er te zijn... Een afgezwaaide Hamas-raket. Ja. Hoe vaak hebben we gehoord over een afgezwaaide Israëlische raket? 0. Ja, dat zijn best wel goede raketten, hè? Ja. Nee, ik zag ook, er zijn dan van die hulpverlenerszakken of zo, met voedsel of zo. Een beetje, ja, waar je... Het ziet er een beetje uit waar je puinafval in afvoert. Ja. En die worden dan als... daar worden raketten opgelegd. En die worden dan zo, zeg maar, gebruikt als om raketten af te vuren door Hamas. Hmm. Dus die gebruiken humanitaire hulp om een raket... Als steuntje. Als steuntje. Ja. Ja. En wat is het belang van Israël om een tentenkamp te raken? Ik hou er wel van, deze vragende manier van nieuws brengen. Het belang is Hamas uit... schakelen. Ja, maar ga je niet een tentenkamp... om de bevolking te beschermen. Tegen het ja. Nee, wat? Welke bevolking? De bevolking van... laten we zeggen... de Gaza-strook. Je beschermt de bevolking niet door er een raket op te gooien, toch? Nee, misschien moet je even de vraag opnieuw, want ik ben afgeleid. Ik weet niet meer precies wat je vraagstelling was. Wat is het... Wat heeft... Israël er voor voordeel bij om een raket op een tentenkamp te gooien? Wat ze net hebben aangelegd om te zorgen dat die stad zo leeg mogelijk is met burgers. Ja, het voordeel is dat ze zichzelf in een onmogelijke hoek plaatsen en ongeloofwaardig worden voor de rest van de wereld. Ja, en dat de hele wereld steeds meer in verzet dat komt. Dat de wereld steeds meer gaat steun voor haten. Israël steeds minder wordt. Ja. Dat ze gaan straks Rafa uitkammen, dat dan ook de hele wereld daar boos over is. Ja, dan is het beste wat je kan doen inderdaad daar een raket neergooien. Ja. Klinkt wel als iets wat Israël dan gedaan heeft, ja. Ja. Nee, dat is... Ja, en misschien doen ze dan op een gegeven moment zelf in Tel Aviv het licht uit. En dus ja. dat ze dan denken van, weet je wat, ja... Ja, die Hamas heeft eigenlijk toch wel gelijk. Laten we onszelf opheffen. Ja, over zelf het licht uitdoen gesproken. Ja. Er werd natuurlijk zaterdag ook weer almachtig, hoe heet dat ook weer, gedemonstreerd tegen Israël en de SGP, gek genoeg. Oh ja, nee, want de SGP had een ondersteuningsdemonstratie voor Israël. Ja, ja, op de Dam, hartstikke mooi. Ja. Dan ben ik even helemaal hartje SGP natuurlijk. Ja. En daar kwam dus dat volk op af. Heb je die filmpjes gezien?
Ja, ze kwamen vanuit de Kalverstraat of zo. Ja. Nou, dus weer die gast met die doek en die baard. Ja. Die zat toch vast? Nee, dat was pas daarna. Oh. Ik... Heb je gezien hoe die uit zijn ogen keek? Verwilderd? Nou ja, ik... Je hebt eigenlijk altijd bij die aanslagplegers... krijg je daarna die berichten dat ze op de crystal meth zaten. Hè? Ook Bataclan toen de tijd. Ja. 7 oktober. Die gast zag er ook zo uit, hoor. Ja. Echt dat empathieloze fanatisme, zeg maar, wat erin zat. Ja. En ook gewoon klappen vangen en het kon niet schelen. Gewoon doorgaan. Oh ja, dat zag ik ook. Gewoon eigenlijk klappen uitlokken en dan... En dan blijven staan. Dus dat vond ik wel verontrustend. Vervolgens was er nog een tocht door de stad en dat eindigde in een kraakpand ergens hier in de buurt van het Frederik Hendrik plantsoen. Ja. En dat kraakpand, daar willen ze een eigen universiteit beginnen. Oh. Met alleen maar want we hebben hier semitisch natuurlijk, nieuws. We hebben hier natuurlijk recht op bijzonder onderwijs. Ja, ik denk niet dat je snel... Ik denk wel dat het gebouw aan bepaalde voorwaarden moet... Maar dat, even waar ik naartoe wilde. Dat gebouw is dus genoemd naar een terroriste. Een Palestijnse mevrouw die bezig was een bom te maken voor Tel Aviv, ergens in de jaren 70. Ja. Voor de mensen die dachten dat de aanslagen pas met de eerste intifada begonnen, is dat misschien wel een leuk weetje. Ja. En die blies zichzelf op. Want, niet op het Frederik Hendrik plantsoen. Nee, ergens weet ik veel waar. In Israël neem ik aan, maar... Ik zag een mooi filmpje wat ook een mooie inkijk geeft in de Palestijnse opvatting. Dat is lekkere koffie. Moslim mevrouw die in Israëlisch gebied met haar kind had een hartafwijking. Dus dat kind wordt zeg maar door de Israëli's verzorgd. En dan is er een soort interviewtje met die vrouw, of ze dankbaar is. Ze is in die zin dankbaar dat haar zoon leeft, maar van het leven is toch waardevol, maar dat vond ze niet. Zij hoopte wel dat uiteindelijk haar zoon als martelaar zou sterven. Dus zij gaat naar een Israëlisch ziekenhuis om haar zoon levend te houden, om hem later als martelaar te kunnen laten sterven. En ze zegt, ja, de meeste mensen, ik weet niet hoe oud dit filmpje is, misschien was het ook al 10 jaar oud, maar... Ja. Het leven is niet waardevol. Wij worden niet opgevoed. En ze zegt het heel vriendelijk, zonder een beetje een vriendelijk, mooi gezicht. Onvoorstelbaar, hè? Ja. Nee, maar wij vernietigen liever de ander dan dat we zelf een fijn leven hebben. Ja. Er was een keer een Palestijnse mevrouw, die was door de man, was een zoutzuur over erheen gegooid. En dat is helemaal zo'n mismaakt gezicht dat je dan krijgt. Nou, dat werd in Gaza was dat. En dat werd bekend in Israël. En daar is toen een crowdfunding begonnen. Geld genoeg opgehaald om haar met plastische chirurgie weer een normaal mooi gezicht te geven. Ja, nog mooier dan het was, misschien. Dat weet ik niet. We moeten niet overdrijven. Ik vind de resultaten van plastische chirurgie zelden dat ik denk van, ja, dat is vooruitgang. Maar goed. Ja. Dus die mevrouw die... Die kwam weer, dat ging allemaal goed en zo. Die woonde weer in Gaza en op een dag kwam ze bij het ziekenhuis aan en zei ze van, ik kom de artsen bedanken, want ik ben zo blij met mijn nieuwe leven. Maar de beveiliger dacht van, hey, je hebt wel heel veel kleren aan voor zo'n warme dag. Ja. Dat is wel raar. Dus die liet haar de ruimte in, daar hebben ze dus speciale ruimte in waar je dan maar moet wachten. En dat is dus een bomproef ruimte. Als je jezelf daarop blaast... Nou ja, dan moet daarna wel schoongemaakt worden. Maar in ieder geval, het gaat niet ver, zeg maar. En daar probeerde ze zichzelf op te blazen. Want ze had inderdaad een bomgordel om. Jezus. Ja, dat is dan dankbaarheid, hè? En ik snap wel dat als je dat allemaal meegemaakt, dat je wat labiel bent. Maar dit zijn wel zulke fundamentele dingen waarvan je toch, ook als je labiel bent, toch meteen weet van, oh, dit klopt niet. Ja. Even kijken, ik zit even kijken. We hebben nog steeds... Zo'n groot lijstje. Ik denk dat we dat maar even laten varen. Wat ik ga maar weer even terug naar Nederland, hè? Want ja.
naar België eigenlijk. Die man die... die Oekraïner was het, geloof ik, die Baudet op zijn kop sloeg met een paraplu. Ja. Die wordt niet vervolgd. Nee. Dat vind ik schokkend. Ja, ik ook. Maar ik ga ervan uit dat België qua bananenrepubliek nog wel een stuk verder aan gort is dan Nederland. Nou ja, maar we zijn hier praktisch België. Alle media is in handen van Belgen hier. Dus ja, zeker. Maar kijk, in Nederland heb je natuurlijk ook is dat... Het is eigenlijk raar dat Geert Wilders niet een Belgische premier heeft gevonden. Hij is zelf al een soort halve Belg natuurlijk. Ja. Maar ik kijk, de worden gewoon in Nederland ook zo weinig misdrijven opgelost. Gewoon 2,8% of zo, hè? Ja, maar hier is de dader gewoon bekend. Dus ja, oké, nee, maar het hele systeem is druk. Ja. Dus je seponeert, weet je... Ik wil niet goed praten. Ik vind ook dat zo iemand... ik vind het namelijk een zaak waar je echt een voorbeeld moet stellen. Ja. Tegelijkertijd... Ja. Ja, ik vind het... Ik gewoon iemand die een politicus aanvalt van een bevriende natie. Ja. Huh? Ja. Hoop je dat ik dat ging zeggen? Ja. 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 Ik weet niet of dat... Volgens mij belediging bevriend staatshoofd, zou dat nog steeds... Ja? Nee. Oké. Okay. Maar ja, ik... Want Gideon van Meijeren staat dan wel weer voor de rechter? Ja. Ik weet niet hoe dat daarmee is afgelopen. Ja, dat moet ook niet. Nee. Ook niet. Dat absoluut vind ik niet. Ik vind ook dat die gast die zou gewoon vervolgd moeten worden. Maar kijk, wij gaan misschien een beetje... denken wij dat Baudet veel bekender is in België... dan dat hij misschien wel is. Ja. Kijk, als je... Dit is uiteindelijk natuurlijk iets wat zich dan in België afspeelt... maar het is gewoon een buitenlands probleem. Een probleem bedoel ik tussen aanhalingstekens. Maar zij hebben zoiets van... Ja, god, er is in Nederland iets aan de hand. Je hebt daar zo die partij, die FVD en sommige... Dat vet de gemoederen en daar wordt wel eens wat klappen uitgedeeld. Ja. Hij kreeg een klap met een paraplu. Ja, kut voor hem, maar weet je, ook weer een paraplu. Ja, nee, ja. Ik weet het niet. Ik vind toch dat... ik vind dat als je... Het gezicht van een politieke partij aanvalt, dat je daar gewoon niet een soort kopje thee moet mee gaan drinken en zeggen van foei, hè, doen we niet meer. Nee, op zich vind ik dat ook. Ik ben het daar ergens wel mee eens, maar ik kan me wel voorstellen dat het gewicht van de hele zaak in België gewoon minder gevoeld wordt dan in Nederland. Oké. En dan Mona Keizer, die wordt door een groepje, een advocatenkantoor, ja. Nog aangeklaagd omdat ze iets zei wat gewoon waar was. Dat, ja. dat in de meeste islamitische landen antisemitisme met de paplepel wordt ingevoerd. Ja, ja. Dat is zo. Maar de Holocaust dan, dat waren Duitsers hoor. Oh nee, dan is het niet meer waar. Nou, anyway, ik zag ergens ja, wel grappig. Waar. Ik heb daar veel gereisd en als je ze meer met mensen praat een tijdje. Kijk, wij kunnen nog net doen dat we vinden dat het regime in Israël misschien niet altijd de juiste keuzes maakt. Of we kunnen zelfs het regime daar haten en zeggen van, oh, dat is geen antisemitisme hoor. Maar als je dit gesprek in Syrië voert of in Egypte of in Tunesië of in Marokko... Er is daar niemand die zegt van nee, maar ik bedoel gewoon alleen de regering van Israël. Ja. Nee joh, dat vinden ze allemaal één op één. Joden, Israël, moet allemaal stuk, maakt niet uit, ze kloppen niet, ze deugen niet. Het meest relativerende daarop wat ik ooit heb gehoord was in Nederland, was in Amsterdam, was een Marokkaanse taxichauffeur. Het was echt een lieve jongen, dat merkte ik aan alles, maar hij was wel echt gelovig. Ja. En hij zei, hij legde ook uit, hij zei van ja, ik heb op enig moment moeten kiezen van of ik ga de criminele pad op, of ik word vooral moslim. En hij heeft voor dat tweede gekozen.
En wat hij zei over Joden, zei hij van ja, ik ben heel erg tegen Joden. Maar ik realiseer me wel steeds vaker dat je er niet echt iets aan kunt doen waar je geboren wordt. Dus ja, dat een Jood als Jood geboren wordt, dat is weer lastig om hem kwalijk te nemen. Hij worstelde ergens wel mee, want het was wel een jongen waar wel... volgens mij was hij gewoon echt heel oké eigenlijk. Ja. Alleen inderdaad had de cultuur dus helemaal niet mee. Hij moet vanuit zijn cultuur helemaal zelf op ontdekkingstocht gaan van ja, maar hoe zit dat dan? En hoe kunnen we die Joden kwalijk nemen dat ze Jood zijn als ze gewoon zo geboren zijn? Ja. Want hetzelfde geldt. En dan denk ik dat voor hun nog een stap verder homo's is. Ja. Ik zag nog wel iets heel grappigs over die advocatenkantoor wat Mona Keizer wil aanvallen. Want ik weet niet waarom we weer afdwaalden naar de Joden. Oh, ja, omdat ik dat gewoon... Maar dat is dus door een advocatenkantoor wat dat heet Spuistraat 10 advocaten. Omdat ze gevestigd zijn op Spuistraat 10. Welke stad? Amsterdam. Oké. Maar een nieuwsmedium, ik weet niet meer welke, die zei 10 advocaten dienen een aanklacht in tegen Mona Keizer. Ja. Het is wel jammer dat ze niet op Spuistraat 11 zitten. Ja, Spuit 11. Ja. Nou, ik ga nog eens kijken wat ik op straat. Piers Morgan zegt dat Netanyahu moet stoppen. Nou ja, we moeten Piers Morgan weten. Ja. Piers Morgan blijft gewoon een lul. Hoe erg ik het ook met hem eens ben soms. Ja. Gewoon een afschuwelijke man. Een BBB-kamerlid, dat vond ik ook nog wel interessant. Ja. De nieuwe politiek. Had je 5 jaar ook nog nooit over iets van gehoord? Nee. Dat is echt nieuw. Gijs Tuinman heet hij. Ik dacht, Grijs Groenteman zit hij er ook, maar een tuinman en een groenteman is toch wat anders. Die pleit ervoor dat huishoudens op basis, alle huishoudens, een basisoverlevingspakket ontvangen. En wat zit erin? Nou, moet jij raden wat er in dat basisoverlevingspakket moet zitten volgens... Ik denk het mijnummer van de 17. Het? Mijnummer van de 17. Wat is het mijnnummer van de 17? Nou, gewoon een 10. Oh, 17 is volgens mij een pornoblaadje en dan die van mij. Ja. Ik denk een alcoholvrij biertje. Vraag me niet waarom. Ja, goed. Voor het plezier, maar dan wel dat moslims het ook kunnen drinken. Ja. Een dingetje met tomatenpuree. Dat kun je oplossen in water en dan heb je tomatensap. Of je kunt het op brood smeren. Tip van mijn vader, die deed dat vroeger. Dan kon hij vaker naar de bioscoop. Ja. Nou, dat is het wel. Zit er nog meer in? Een pleister? Een zaklamp. Nou. Een fles met filterwater. Ik denk gefilterd water. Maar een envelop met noodcash. Dus let wel, niet gewoon noodcash, maar dat zit ook nog in een envelop. En is dat dan geld wat je alleen in tijden van crisis kan uitgeven? Dat je ziet, nee meneer, u kunt hier niet met noodcash betalen op dit moment. En zonnebrand. Ja. En ik weet niet wat dat is, een medische doek. En een kaart van de lokale omgeving. Een medische doek is denk ik een steriele doek. Het zal een gaasje zijn, denk ik. En een kaart van de lokale omgeving, dat we allemaal weten hoe we naar Haarlem moeten of zo. Of... Ik weet niet hoe lokaal in Nederland is. De lokale omgeving gewoon heel Nederland, denk ik hoor. Nou ja, als ze in Nederland, dan zouden ze zeggen een kaart van Nederland. Dus ik denk dat het... Ja, als je bij de Duitse grens woont, dan moet je ook een stuk Duitsland hebben. Ja. Nou ja, ik vind het hartstikke goed. Even kijken, ja, dat is dan op X. Dit wordt gedeeld door iemand van de Telegraaf, dus dat zal wel waar zijn dan, denk ik. Ja, zeker. Grijs Tuinman heeft ook een plaatje waar het allemaal in zit, zeg maar. Even kijken, nog een keer. Zaklamp ben ik voor. Fles water. Ja, prima. Maar ik vind ook... Ja, ik woon natuurlijk op een boot op het water. Ik kan altijd gewoon water uit het eigen drinken. Misschien moet jij gewoon zo'n filterding kopen. Heb ik? Oké. Een keer, omdat ik AliExpress langs zag komen en ik dacht van, je weet nooit. Ja. Envelop met noodcash. Ja, nou, met die zonnebrand zeg.
Ja. Dit is ook gewoon, dit is gewoon een pakket wat alleen voor blanken is, hè? Ja. Slechts verblanken kun je er wel op zetten. Ja. Dus ik weet niet, zwarte mensen doen toch niet zonnebrand? Niet snel, toch? Nee, volgens mij niet snel. Niet in dit klimaat. Ja. De Verenigde Naties hebben gezegd dat, dat Taiwan is een provincie van China. Ja. Ja, ik dacht dat de Verenigde Naties neutraal waren en zich niet over dit soort standpunten innamen. Ja, ik zou... Ik weet niet binnen welke context, ik ga het filmpje ook niet laten horen. Ik vind het altijd heel ingewikkeld, Taiwan en China, vooral sinds ik een Taiwanese vrouw erover sprak. En die Taiwan, voor zover ik het begrijp, vinden Taiwanese zelf ook dat ze bij China horen. Ja. Alleen ze willen niet bestuurlijk onderdeel uitmaken van communistisch China. Maar ze willen heel graag ook weer één zijn met China. Dat vinden ze helemaal, ja, het is gewoon dezelfde cultuur en dat hoort gewoon allemaal bij elkaar. Maar niet zoals China nu is qua bestuur. Ja. Dus in die zin, als je zeg maar, als je met provincie bedoelt, het is een gebied wat cultureel hoort bij China, dan hebben ze gelijk. Als ze zeggen het is een provincie op de bestuurlijke manier, dat is heel raar. Want de regering van Taiwan, die hangt niet onder de Chinese regering. Nee. Die staat daar los van. Ja. Ja. Ja, we kunnen het er ook nog eventjes hebben over een gesprek wat we vorige week in het café hadden. Oh. Weet je wel? Dat, nee. Dat ging op een gegeven moment over politiek. En over botsende stellingen. Weet je nog dat we in het café... Ik heb iemand tegen mijn harnas gejaagd, een mevrouw, maar ik weet niet meer waarom. Ja, dat weet ik namelijk nog wel, want Oh ja. Die vrouw zei, maar het ging over het hoofdlijnakkoord. Ja. En die mevrouw vond, waar zijn dan de idealen? Ja, of nee, de idealisten, of ze vond het niet idealistisch. Nee, ja, het waren in ieder geval niet haar idealen die in het hoofdlijnakkoord stonden. Nee, maar ze vond ook gewoon de hele... Ja, vooral mijn houding ook een beetje. Ja, maar weet jij nog op te brengen wat jij vond van idealisme? Toen zei ik van nee, ik vind eigenlijk idealisten levensgevaarlijk. Als je voor een vuurpeloton staat, dan kun je er altijd vanuit gaan dat het de order om te schieten gegeven wordt door een idealist. En toen gingen ze weg? Ja, toen moesten ze in één keer naar huis. Ja, dus mensen, als u ooit in een ongemakkelijke situatie zit. Nee, idealisten willen altijd alles veranderen. En het moet altijd snel. Dus ja. Nee, volgens mij willen idealisten het juist niet snel. Idealisten willen over hun eigen... die willen het altijd voor onze kinderen. Die willen een punt in de toekomst waar ze zelf niet bij zijn. En dan zeggen dat het goed is. In plaats van nu praktisch met de problemen omgaan. Ik weet het niet. Langetermijn... Nee, ik heb het niet die indruk. Ik heb de indruk dat juist niet... Idealisten willen het altijd nog meemaken. Die willen het altijd meteen. Die willen veranderingen die normaal gesproken rustig 300 jaar kunnen duren, willen ze nog meemaken. En dan leven ze zelf nog 40 jaar, dus moeten doorgeramd worden. En dat een groot deel van de bevolking er helemaal geen trek in heeft. Daar pissen ze op met hun idealen. Ja. Viespeuken zijn het. Precies. Altijd haast. Waarom nooit even rustig genieten van wat er al is? Ja. Nu! Ja. Deze was nog van jou. Dit soort shit zie je alleen maar in crisislanden. Oh, over die persoon die in een draaiende vliegtuigmotor was gesprongen. Ja, precies. Het blijkt nu dat het een soort van zelfmoord is. Neem ik aan. Ja, dat lijkt me wel. Nee, ik was ooit in Jakarta een tijdje. En daar waren heel veel Nederlandse jonge piloten. Want die hadden allemaal hun pilotenopleiding af op een moment dat er in ieder geval in Nederland en volgens mij ook in Europa eigenlijk geen behoefte was aan piloten. Dus die, en dan moet je wel je vlieguren maken, want anders op een gegeven moment is je hele opleiding niks meer waard. En die kost wel een paar ton. Ja. Dus die vlogen allemaal voor Ryanair in... Ryanair, toch? Lion. Oh. Leeuw. In denk, yeah. Wat een van de weinige succesvolle... Indonesische bedrijf is. En die hingen daar. En de een daarvan die liet wel foto's zien inderdaad van
een mens wat door een, dat door een vliegtuigmotor is gegaan. Ja. En hij vond ook daar, vond hij alles... Hij vond dat er helemaal niet goed genoeg opgelet werd en zo. Maar ja, het is ook Indonesië. Het is allemaal een beetje primitief. Hey, maar wat je ziet op zo'n foto, sorry, daar wil ik even heen. Ja. Is vooral ook een dikke laag geel vet, zeg maar, op het asfalt. Mm-hmm. Met bloedaccenten. Maar je zou denken dat het vooral een beetje zo gehakt biefstuk kleur heeft. Maar het heeft een soort geel vet kleur. Wat heel, heel vies en heel onsmakelijk is. Lymfevet of lymfeklier. Ja, het is heel... Klinkt raar, maar als je die foto's, zo'n foto bekijkt, dan snap je wat ik bedoel. Dat is iets... Oh. Nou, ik heb nog ik heb een paar dingen geskipt. Twee soort van uitsmijters, denk ik. Mm-hmm. En dan houden we ermee op, ja? Ja, zeker. Eerst is er een nieuwe campagne gestart van de overheid. Kort ritje, dat is zo gefietst. Om ons, ja, nou ja, ik zag het toevallig op de televisie, toen heb ik het opgezocht. Net even wat vaker op de fiets naar het werk, de sportschool van vrienden, nou ja. Fietsland, Nederland, het is gewoon tenenkrommend, betuttelisme. Ja. Kijk, en het punt is, Nederland is een fietsland. En dat begint dan ook, het fietsen is gewoon bellen. Je hoort alleen maar fietsbellen, een beetje, ja, eigenlijk Queen heeft het veel beter gedaan vroeger. Ja. Weet je, ik durf te wedden dat er dan een onderzoek is geweest dat minder Nederlanders fietsen. Hetzelfde onderzoek, dat wist je dat Nederlanders minder lang worden? Hoe komt dat? Ik wist het niet, maar hoe komt dat? Nou ja, dat zul je niet in de krant lezen, maar dat komt natuurlijk door immigratie. Oh, ja. Bijna iedereen die hier komt wonen is aanzienlijk kleiner dan het gemiddelde. Ja, ik ben dus trots dat mijn gemiddelde... zoon is tenminste nog groter dan ik. Ja, het gemiddelde gaat gewoon omlaag daardoor. En dat is hetzelfde met fietsen. Steeds minder mensen fietsen. Ja. Nee, dat is helemaal niet waar. Procentueel. Dus er komen steeds meer mensen bij die niet fietsen. Een moslim, als het kan voorkomen, je ziet zelden een moslim op een fiets. Kan ook helemaal niet met die jurk bijvoorbeeld, hè? Dus ik ga even kijken of... ja, Google maar, moslim op fiets. Nee, maar ik ga even kijken of in dat filmpje mensen van kleur zitten. Een beetje Chinees-achtig. Een blanke. Een scooter. Ja, gemengd gezin met ja. Oud mannetje, blank, queer, een punk. Dan hebben we diezelfde met. En dan komen ze elkaar allemaal tegen. Een hond. Dat is zo gefietst. Kort ritje, dat is zo gefietst. Nee, zie je wel, geen moslims. Er zit geen Ibrahim bij met een jurk en een bitvlek op zijn hoofd. Nee, daar komt die jurk natuurlijk tussen de spaken. Daar hebben damesfietsen voor. Maar ja, dat is natuurlijk weer vernederend voor... Ja. Voor een man. En er zat ook een hond in. Dat is ook niet haram. Ja, maar die zat in de auto. Ja, die zat in de auto. Wie reed die auto? Wat is dit? Dikke me, wat is dit voor rare toestand? Ja. Nee, neem maar eens met je hond een taxi. Lastig hoor. Ja. Nou, dan vond ik dit nog heel leuk. Moeten we toch wel even laten horen. De Canadian MP, wat is dat? Gewoon de... Minister of Parliament, denk ik. Ja. Laurel Collins. Climate emergencies are not gender neutral. The degradation of ecosystem disproportional impacts women and girls. And I'm rightly emotional. This is an existential crisis of our time. Nou, het is anderhalf minuut. Dit gaan we. I want to start off by addressing one of the comments that was made by the witnesses around climate hysterics. Hysteria, it refers to something that is wildly emotional. It comes from the Greek word womb, of the womb. Yeah, it is correct. Used in ancient Greek to refer to things associated with women. And I hope you'll forgive me if I get emotional. climate emergencies are not gender neutral. The degradation of ecosystems disproportionately impacts women and girls. And I am wildly emotional. This is the existential crisis of our time. Huilen bijna. And to hear that asking for high ambition is climate hysteria, that makes me wildly emotional. Absolutely. You know,
And when I think about my womb, you know, the two children that I bore from that womb and what future we are leaving them, I am wildly emotional. And it's not surprising to hear this from someone who has written articles that are pro-life. I think that we need to think about the intersection of gender and the climate crisis. And I hope that the people around this table and the people listening will refrain from using language like climate hysteria. We are facing a climate emergency. Nee, climate hysteria, dat moeten we dan voortaan climate wild emotional. Ja. Oh, dit is grappig. Bezwaar te, zo hysterisch bezwaar maken tegen het gebruik van het woord hysterisch. Ja. Oh, wat goed zeg. Oh, wat een feest. Nou, ja, dat was hem. Dat was hem. Nogmaals, mensen. Liken, subscriben. Delen. Delen. En als je het nou echt heel leuk vindt, doneren gewoon. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Dan kunnen wij weer de volgende keer, nou ja, weet ik veel wat wij kunnen. Nou, wat het ook is, je houdt gewoon op een gegeven moment het programma in stand natuurlijk, hè. Ook voor andere mensen. En kijk, als niemand kijkt, dan stoppen we er ook gewoon mee. Ik weet dat volgens Marjolein Moorman alleen in Amsterdam mensen ook blij zijn als andere mensen het ook goed hebben. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dus het gaat er niet eens van, vind je het voor jezelf waard? Vind je het waard dat het blijft bestaan voor de mensheid? Precies. Maak deze wereld dat kleine beetje mooier. Steun Brandte en Immink. Peace.